Hi, welkom terug. Ik heb de Look Fantastic box besteld. De vraag is altijd, hoe krijg ik dat open? Zo'n doosje. Nou, gewoon met grof geweld. Het is allemaal niet heel erg handig. Dan zit daar een doosje in wat ook precies erin past. Nou, die kan bij het karton. En dat is dan de Beauty Box. Staat dat daar? Ja, de Look Fantastic Beauty Box. Heel mooi, beetje kobaltblauwig doosje. En als je de deksel afhaalt, dan zit er een boekje in. En heel mooi beetje lila-achtig papier. Met alle spulletjes die we eruit gaan halen. Jo. Best zo, lief doen hè. Lief doen. Ja, nou, dat valt wel eens mee. Wat er als eerste in zit, is een Glove Hair Wrap ter waarde van €14,95 met een bewaartasje. Dit is mega handig. Dit is een handdoek voor je haar, zodat je het niet af hoeft te drogen. En dan doe je dit erop en dit neemt meer vocht op. Heel mooi wit, heel super zacht. Ik heb er een paar. Ik heb er één van Action, ik heb er één van de Primark en dat werkt allemaal prima. Maar bent u wel benieuwd of een duurdere dan echt beter werkt? Dit met kort haar heeft dat natuurlijk volledig. Weet ik niet of dat heel veel nut heeft. Toen ik nog lang haar had, wat ik weer ga laten groeien, was dit absoluut goed. Dan hebben we E-Cooking Overnight Food Cream. Even lezen, ter waarde van €8,10. Working its magic while you sleep. Removes dead skin, moisturizes. Oké, nou, en ik heb hele droge voeten en ik heb redelijk veel eelt rond mijn hielen zitten. Wow. Eucalyptus zeggen ze hier. Het ruikt heel, weet je waar het naar ruikt? Van die groene eucalyptus snoepjes. Daar ruikt het naar. Het ziet er heel bijzonder uit. Ga ik zeker proberen. Zeker. Helemaal goed. Dan zit er in. Oh, dat vind ik echt wauw. Daar heb ik nog nooit iets van gehad. By Terry. Kan je het zien? By Terry. Ter waarde van €14. Travel friendly version of By Terry's signature lip balm. Combines luxury and protection. Infused with shea butter. Rose flower, wax en vitamin E. Glides onto the lips effortlessly while providing a subtle shine. Oh, here. How to use. Use alone or under lip products for a smooth application. Apply over lipstick for a glossy finish. Nou. Ik heb nog nooit iets van By Terry gehad. Ik vind het gewoon te duur. Dan hebben ze een Star Skin masker. Een sheet mask. Nee, dit zijn eye masks. Eye catcher smoothing biocellulose eye masks. Brightens and rejuvenates your eye area with your eye mask. Oké, okay, heerlijk. Ik hou van maskertjes. Dan hebben we. Ja, nee. Dan hebben we Earl Grey Bath Tea. Oh, de skin masker kost trouwens €4,25. En deze kost €5,99 in ponden dan, hè.
Dit is thee voor in bad. Earl Grey. Ja, leuk, maar wij hebben geen bad. Wij hebben een inloopdouche. Dus die ga ik denk ik aan Larissa geven. Want die hebben wel een bad. En die hebben ook heel veel, nou heel veel, twee dochters. Heel veel kinderen. Ja, ze hebben wel heel veel kinderen, maar twee dochters maar. Dus die ga ik aan hun geven, want dat vinden ze waarschijnlijk wel fijn. En dan hebben we de Balance Me Smoothing Serum. Nou, dit gaat helemaal niet goed lukken. Ter waarde van 11 pond. Bakichol is 100% plant, natural plant-based retinol alternative, providing all the anti-aging benefits without the irritation and sensitivity. The result, smoother skin and texture. Enhanced collagen protection and reduction of fine lines and wrinkles. Massage 1 pomp over clean skin, AM or PM. Follow with SPF in the morning. Nou. Top. Voor de huid over de 40. Kan je dat wel gebruiken. Ja. Leeg. En verder zit er heel veel van dat frutsel in. Wat ik niet ga bewaren. Ik ga ook de doosjes niet bewaren. Want ik kan alle doosjes wel bewaren. Maar dat heeft geen nut. Op een gegeven moment is je huis zo vol, hè? Zo, ik bril weer af. Dat was hem. Dan wacht ik nog op de Steltoonbox. Dit is de Beautybox. Weet ik niet of die van november of oktober is. Oktober. Maar die had ik nu pas besteld. Dus dat is niet. Dat is wel een abonnement heb ik genomen. Maar die had ik nu pas besteld. Dus ik weet nog niet of ik iedere keer opnieuw moet bestellen. Eigenlijk. Nee, goed. Nou, verder niks eigenlijk. Fijne dag verder. Blijf gezond. Hou je aan de regels. En dan hou moed. Daar zou ik zeggen. En dan gaat het heus vanzelf voorbij.